heb van jaar of 20 geleden ook al op de dierenambulance gereden. En toen zaten we nog aan de Heuvelkampweg, aan de Heuvelkampstraat. En ik dacht, ja, dat leek me wel leuk. Nou, toen Hengelo gezegd, nou ja, bij ons is het eigenlijk, ja, je woont te ver weg. Maar in Enschede hebben ze wel iemand. Nou, dat ik daar een gesprek gehad, ben daar ook aangenomen. En toen moest Joyce, mijn buurvrouwtje, moest dus ook vrijwilligerswerk doen. En die zegt van, goh, kan ik niet bijrijden want bij jou? Nou, ik zou wel vragen. Dus en eigenlijk zo is het gekomen. We rijden nu zo'n kleine anderhalf jaar. Rijden we hier op de dierenambulance in Enschede. En we rijden dus voor Enschede, Haaksberg en Hengelo. Ondanks dat ik wel veel dingen doe. Zoals klussen en mensen in de buurt helpen, zoals Chris. Want daar ken ik hem ook eigenlijk van. Toen kwamen we toch, wat Chris al vertelde, hij wou graag vrijwilligerswerk doen. Hij is begonnen. Ik moest vanuit de gemeente, et cetera, ook vrijwilligerswerk doen. Ik denk, nou, dan gaan we mooi samen. Dan doe ik iets wat ik leuk vind, want het is met dieren. Plus, samen, dan kunnen we elkaar nog af en toe een beetje stangen. Dus waardoor het ook nog eens gezellig is onderling. Ja, wat we ook wel eens op televisie zien, toch wel heel veel dieren leert. En ik vind het gewoon heel leuk werk. Ik vind het gewoon leuk werk om met dieren om te gaan. Kijk, het is eigenlijk niks trouwer dan een hond. Een kat is wat minder. Daar heb ik ook iets minder meer. Maar oké, okay, we hebben wel eens ritten gehad en dan moet je naar een gewonde kat in. En dan gaat het me door. Dat snijdt me door de ziel heen en dan proberen we zo snel mogelijk daar hulp in te verlenen. En die hulp, heel veel denken, ja, het is een dierenambulance, dus wij kunnen ook echt de dieren helpen. Nou, dat kunnen wij dus niet. Wij zijn meer dierenvervoerders, dus wij brengen zo snel mogelijk naar de dierenarts in, die dan eigenlijk verder de behandeling voortzet. Begint vaak 's ochtends met helaas de wat minder leuke dingen. Vaak zijn het 's ochtends de mensen die naar hun werk gaan en die vinden toch een algemene kat aan de weg. Dat is nooit leuk. En sommigen zien er helaas ook niet zo netjes uit meer. Dus dat zijn echt wel, dan begint de dag altijd wat minder. In de loop van de dag krijg je weer eigenlijk ook weer de leukere meldingen. Natuurlijk blijven er ook de wat treurige meldingen blijft erbij. Maar in het algemeen wel toch aan het einde van zo'n 24 heb je toch wel een heel trots en voldaan gevoel. Omdat ten eerste je hebt de dieren geholpen. Je hebt de eigenaar vaak geholpen, want die is hun dier kwijt of zit in stress. Het mooiste vind ik toch om een dier te herenigen met een... bij zijn eigenaar. Gewoon hoe blij ze zijn eigenlijk. Het allerbijzonderste wat ik meegemaakt heb is een paar maanden geleden dat iemand dus belde van we hebben een slang. Nou, Joyce kreeg een telefoontje en die zei ook van dit is een slang. Ik zei leuk, ik moet naar het toilet en jij rijdt maar. Ik ga niet naar slangen in. Die lag helemaal in de deuk natuurlijk. Dus hebben we gezegd van zegt die mama, die is denk ik dood. Ja, denken moet je niet. Ik wil het zeker weten. En toen zegt hij, hij is echt dood. Ik toch maar even zo met de voet even een tikje gegaan. Hij was inderdaad dood. Dus toen heb ik hem opgepakt en we hebben daar een foto van gemaakt. En in een zak gestopt. En, dat was een vrachtwagen uit België. Die meubels lastte. En die man zegt van, weet je, helemaal niks meer aan de hand. Want als de containers binnenkomen, dan wordt er een of andere stikstof ingespoord. Dus alles wat daarin is, is dood. Toen kwamen we later bij Bippa Rode. Dat is ook een wildopvang. En toen vertelde ik dat verhaal. Toen zegt zij, Paulette, weet je wel dat een slang nog, ook ondanks die dood is, nog een keer kwam bijten. Nou, het gezicht van mij trok natuurlijk helemaal weer weg. Nou, en Joyce die lag heel in deuk. Nou, de ambulance zelf is een paar jaar geleden gedoneerd. Door iemand uit Enschede. We reden nog in Enschede een wat oudere bus. Die was eigenlijk aan vervanging toe. En die vrouw had zoiets van, jullie hoeven niet te wachten. Want we stonden op een soort wachtlijst zeg maar, van de dierenbescherming. Die heeft deze ambulance eigenlijk gekocht met een soort leasemaatschappij onderhoudscontract. De bus is coronavriendelijk. Want we hebben achterin ook een stoel. Een volledige stoel met riem, alles erop en eraan. We zijn een non-profit organisatie, de dierenbescherming. Want het is echt puur van de dierenbescherming zelf. En eigenlijk alles
wat gedaan wordt vanuit de dierenbescherming. Van de wildopvang betalen tot inderdaad de diesel van de bus. Komt uit de collectes van de mensen. Asiel is eigenlijk gesloten voor gewoon visite, gewoon bezoek. Alles moet op afspraak. Dus mensen komen gauw, minder gauw langs om even de zak voer te brengen. Of dat soort dingen eigenlijk. En dat is ook eigenlijk de reden dat Chris en ik, toen wij van die sleutelhangers hoorden, het hebben opgepakt. Om extra geld op die manier in te zamelen. En ook bij elk dier wat wij ophalen, hebben wij een folder van wat de ambulance eigenlijk doet. Met een visitekaart met een QR-code. Die staat hier ook op. Die kunnen mensen scannen en dan kunnen ze ook doneren. En die laat ik nu ook maar gewoon achter bij de mensen door de brievenbus. Want we halen ze bij de voordeur op, de dieren. Zodat we geen contact hebben met de mensen. Toch op die manier nog wat extra's binnen te halen. Want we hebben het gewoon echt nodig.